Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Zoals vorig jaar zijn we ook weer nu beland bij de Albert Heijn. Deze Albert Heijn heeft ook vuurwerk. We hebben hier al een aantal dingen. Hebben ze hier exact hetzelfde? Ja, exact hetzelfde. Alleen deze stelling heeft dus alle pakketjes mooi... Ja, dat zijn dus deze pakketten voor een tientje die we mee gaan nemen. Van Partyland. En dan heb je aan deze kant, waar ik echt benieuwd naar ben, want ik kan het niet meer goed herinneren. Maar we hebben dit pakket dus, die we gaan meenemen. Die moeten echt goed zijn, hoor. Ja, als dat zo is, haal ik er nog een paar. Ja. Ik ga zo even kijken naar de video van vorig jaar. En ja, je hebt dus hier zo heb je ijsfonteinen. Niet heel interessant. 1,50 voor 3 stuks. Niet interessant, inderdaad. Hier heb je de fakkels. Ja, die nemen we even mee om te kijken hoe het is. Ze zullen niet zo goed zijn als die van Nico. Nee. Maar we kunnen het altijd testen. Je hebt hier die van de sterretjes. Die laten we wel liggen. Ja. Knalerwten laten we ook liggen. Eigenlijk komen we echt voor die kleine pakketjes. Want deze waren vorig jaar zo doorverrast. Ja. Dat ik zeg, van, het is wel echt de moeite waard om deze te halen. Dan kunnen we zo meteen op locatie even testen of het echt de moeite waard is. Waarschijnlijk bij jullie Albert Heijn's ligt het ook al. Dus ik zou zeker even kijken. Want dit is zo snel uitgekocht. Dat zagen we vorig jaar ook natuurlijk. Ja, niet normaal. We zijn op dit moment op de stooklocatie. We gaan alles even testen wat we hebben. Maar eerst... hebben we de aanstekers van mijn plasma. Mooi. Een van de laatste kansen. Jullie weten allemaal, het is natuurlijk een lockdown. Dus mocht je willen bestellen, kortingscode PyroTeamDelft2 krijgen jullie 20% korting op je elektrische aansteker, jongens. Bijna uitverkocht, net als de PyroTeam Delft Torch. Heb je hem bij je? Als het goed is, is die bijna uitverkocht. Of misschien nu dat jullie deze video kijken, is die al uitverkocht. Maar je kan in ieder geval een My Plasma aansteker bestellen met de kortingscode PyroTeamDelft2. Als je hem nu bestelt, heb je hem net na de kerst in huis, nog net op tijd. Ik moet jullie zeggen, we waren er net natuurlijk in de Albert Heijn. En dit pakket was vorig jaar heel goed. Ja. Alleen, hier staat dus de badge 2021 op. Ja. Van Partyland, oftewel Broekhoff, dacht ik. Ik stel eigenlijk voor om eerst met deze te beginnen. Ja, je weet dat dit een andere versie is van de macro, hè? Ja, een andere versie inderdaad. Zelfde, ja, wat zijn het? Zelfde fonteintjes zitten erin. Ja, minder, hè? Dan die badge van vorig jaar. Helaas. Ja. Ik weet nog dat deze namelijk echt goed waren. Die Joys en die Skies. Ja, man. Ja, wat ook gek is. Op de verpakking staat dus Joy, maar dit is de Sky. Ja, oké. Okay. Dat is jammer, man. Maar gelukkig hebben we er niet heel veel gehaald. Oké, Red Dragon zit er dus wel in. En Silver Fountain. Welke hebben we nog? Deze. Oh, Dancing Fountain. Is dat? Color. Ga dan weg, Hoos. De versie van bij de macro is beter. Nou, ja. Daar leek het wel op inderdaad. En die Joy was beter, dacht ik. Kijk, dit zijn de knetters. Maar ik vind het niet eens zo heel slecht. Het is ook niet slecht, maar vorig jaar waren dit echt hele harde knetters, man. Dat is waar. Dit is de... 2 tegelijk. Exact. Van hetzelfde. Nou, dan hadden we beter die ijsfonteinen kunnen halen. Zo, je mooi. Doe eens even die staafjes. Nou, jongens, we hebben ook die fakkels. Althans, super feestfonteinen. Let niet op mijn handen. Het zou me niks verbazen als dit gewoon een groot ijsfonteintje is. Ja. Ah, deze hadden we vorig jaar, toch? Ja. Oh ja, ja. Zo, maar het is wel vet op zich. Het is wel lachen. Straatshowtje. Ik ben ook benieuwd, nu, naar dit sierpakketje dus van 4 euro. Omdat wij hebben altijd gezegd in de video's, hoe kleiner de fonteintjes... hoe groter het spektakel. Precies, hoe beter ze zijn. Die grote fonteintjes toch? Er zit gewoon een heel klein staafje tussen. Ja, man. Een soort van nitro's. De halve gilde bij ook. Een soort van nitro'tjes, hè? En deze dan? Want deze waren vorig jaar ook goed, man. Ben je dat nog? Ja. Heb je deze? Dan doen we even... Nee. Sky. Oh, dit is ook Sky. Ja. Volgens mij zijn deze wel goed. Zeg mijn gevoel.
nieuwe. Dat zijn de nieuwe knetters. Raar, hè? Althans, raar. Zo. Ja, mooi. Dat is een crazy robot, hè? Was maar een crazy robot, joh. Zilver. Zit ook in het pakket. Oh, die gaat al snel, die van jou. Maar... ook minder, hè? Ja. Broek op. Het is allemaal zo laag, dat effect. Ja, en gewoon minder knetters dan vorig jaar. Want vorig jaar waren we echt verbaasd door het effect wat eruit kwam van die pakketten. We maken deze video's dus echt puur voor jullie, zodat jullie kunnen zien of de moeite waard is om naar de Albert Heijn te gaan. Ja. En jullie mogen zelf daar een invulling over geven of dat echt de moeite is, dit. Maar van die kleintjes nog. Ah, die zijn nog wel beter. Ietsjes. Ja. Ho, hij gaat nou pas. Nee, die was later aangegaan, man. Oké. Okay. Het zijn wel leuke fonteinen, maar vorig jaar, jongens... Oh. Maar hoe duur was dit pakketje? 3,50? Nee, 3,99, man. Ja, dan is het geen geld. Man is op zich wel grappig. Nee, voor de prijzen zijn het best wel leuke, dingen om te 3,50 halen. Is geen geld, toch? Maar ja, dat is het nieuwe categorie 1 vuurwerk, jongens. Jullie zien het. Nou, deze zijn ook wel leuk voor de hele jonge kinderen. Toch? Ze gaan alleen niet zo heel lang mee. Misschien 20, 30 seconden max. Ja, man. Nou, maak er maar 15 van. Inderdaad, 15. Kan je beter die dikker hebben van Nico? Ja. Nee. Nee. Nee? Die Italiaanse. Die Italiaanse waren inderdaad... Ja, die staat nog niet online. Ja. In ieder geval, jullie zien het. Oh, we hebben nog een pakje, man. Ja, maar even aan. Zullen we dat laten? Ja, kom. Nou, deze is... Nee, deze is 3,99. Geen 3,50. Oh. Nee, ik zei 3,99. Kijk. Nou, we hebben nog een pakje. Laten we daar alles maar van neerzetten. Juist. Het is in ieder geval heel moeilijk om goed categorie 1 te vinden. En jullie weten het, jongens. Dit is dus volgend jaar echt de norm. Dus jullie gaan niks meer zien zoals we het kennen. Het is allemaal, ja, pruttels. Mooi. Dus mochten jullie nog knetterlinten hebben, oude badge, bewaar ze. Vier tegelijk. Misschien is dit een ander pakketje, je weet nooit. Zo. Ja, zo zijn ze niet slecht, hè, meerdere bij elkaar. Eigenlijk. Yes. Ah, die andere gaat er weer niet aan. Jammer, man. Vorig jaar waren we zo verrast, hè, door het effect. Lekker sfeertje, hoor. Besef, over een week is het gewoon al oud en nieuw. Die andere... Oh, gaat die aan? Gaat die aan? Nee, helaas. Juist. Mooi. Rookdoosje. Ja. Platenkaart. En dat andere koppeltje nog. Ja, sommige knetters zijn dan wel weer goed, maar wat we vorig jaar hadden is het helaas. De pakketjes ook bij de Albert Heijn zijn dus anders. Het is dus heel erg goed om op te letten voordat jullie voor een paar honderd euro de schappen leegkopen, weet je. Het is gewoon zonde. Jullie zien het, let dus echt op de badge. Mochten jullie bij de Albert Heijn iets zien van 2020, dan weten jullie door de video van vorig jaar dat het hele goede pakketjes waren. Dit wat hier ligt, ik zeg eerlijk, het is heel goedkoop. 4 euro voor zo'n pakje, weet je, dat is niet heel duur. En 10 euro ook niet. Maar wat we gewend zijn van wat er afkomt, dan denk je weer van ja, zonde, man. Ja. Dat de badge gewoon, dat het dit jaar allemaal anders moet. In ieder geval hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden om te kijken. Laat weten of jullie bij de Albert Heijn zijn geweest en of er misschien wel een badge is van vorig jaar. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En als het goed is, vandaag 2 video's. Later.